Welkom bij Road to episode 16, 16 episode. En ik begin gewoon met een level up in crafting naar level. Wacht, naar level 95, dus dan mijn chat. S, wat is het? X2. Hoppa! 95 crafting, SX2. Yay! En dit is nu de tweede keer dat ik 10 Elder Chronicles heb. Dus dan kan ik die weer inleveren. XP in crafting, graag. Review, nu unlock die. Oké, dus nu nog 8 keer te gaan. Dus 80 Elder Chronicles vinden. En weer Golden Rocks, yay! 11e keer, denk ik. Ik weet het allemaal niet meer, want ik hoef niet iedere keer te brengen, want het gaat automatisch en zo. Alleen de XP ding is een beetje gebukt, dat ik plus 84 ga XP en zo, met steeds 11,6 ongeveer. Ja, empty. En voilà. En een completionist requirement is dat je alle bossen één keer moet doen. Nou, ik heb de laatste 95 slayer gehaald, dus dan kan ik de laatste bos eindelijk gaan doen. Is de Legio. Dat is een Legio bos. Ik ga Legio Primus doen, ik heb verder bos nog nooit gedaan. Want ja, ik heb geen kill. Het enige wat ik begreep is dat je ook met rondjes rennen. Sommigen doen soul split, maar ik ga Protect Magic doen. Ik heb een Grand Racing Potion mee, want dat is van de elftas. Dus daar moet ook een keertje op, hè. Dit is de same mode. Ten onder is mijn Sherpa-bed en de Slabs. Yes, I'm ready. Eens kijken. Kipje. Au. Dus als ik deze kill heb ik de Reaper title. My power increases. Oké. Okay. Ik vind het nog niet een hele daverende speciale post, moet ik zeggen. Alleen duur. De key kostte meer dan 500k. Ik kreeg maar als Reaper task. En dacht van, oh, nou, dan doe ik die meteen even. 13 stuks en dan doe ik gewoon een key gaan kopen. Dacht van, nou, ik skip hem maar, dan neem ik wel een andere. You will not survive, dus nou, oh, geen idee bij. Maar het gaat me toch goed af, moet ik zeggen. En de finishing blow. Oké. Ja. Ik heb een Reaper title gekregen. Yay. En het is de 12e keer voor de Golden Statue. Natuurlijk weer de 1 inhouden, want bij de combat vraagt hij weer om dat ding. Dat zeg ik nu ook al, volgens mij 12 keer. Hierna nog maar 20 keer. Alles inleveren. Het gaat sneller dan de Strange Rocks. Dat scheelt voor mij. En. Yay! En dan ga ik nu de derde reward kopen van de Permanent Effects bij Def van de Reaper gedoe. Dat is een extra lange bonfire, duurt 25% langer. En nog één te gaan, is 150 Reaper points. Na lange tijd niet meer dat hebben gedaan, en dan ook met een extra update bij zich gewoon check op de plinth toen. En dan zie ik dus dat ik 12 keer heb gecomplete. Ga ik dus nu voor de 13e keer completen. Tenminste, makkelijk nu om na te gaan zonder van tevoren terug te lopen en na te denken en hopen. En dat je het goed hebt en zo. Ik weet niet of ik level up ga, het zal niet veel schelen. Aangezien volgens mij summoning bij mij bijna level up was. Maar oh nee, niet check. Maar volgens mij moet ik nog meer XP dan dat. Ja, nog 14,5k. Wee! En dan zijn we bijna met summoning level up, zoals het fragment hiervoor was gezegd. Oh shit, nee.
S. Summoning. Wat skills? Oh. Shit te laat, maar het heeft niks te benen. Yeah! Dan heb je weer zo'n moment, na een heel lange tijd, met dank aan de Modderload Mom, die me even wat bij heeft gesteund. Zijn tijd ook wat minder toe. Toch nog een statue! Geen idee meer welke week. Niet zoveel, ik zit nog niet op de helft. Oh ja, ik kan kiezen. Doe maar die. En de laatste paar. Yay! Iets ging er mis met het opnemen net. Maar goed, jullie zagen hem nog weggaan. Woo! Ik weet niet wat ik heb gemist met zeggen. Maar in ieder geval weinig tijd en shit. Dus. Met dank aan Modderload Ma. En dan. Hè? Ben je wel eens iets actiever bezig? En dan ineens. Kun je zo. Crafting level up gaan. Nog eentje. SX. Come on. 96 crafting. Woehoe. Yay. Het trucje doe straks met crafting. Ga ik dan ook doen met mining. En level up gaan. S. Moet je even een stream uitzetten, anders dan lag ik. Wacht, ben ik al geleveld? Ik level nu. Yay! 95 mining. Ja, die hebben we nog niet eerder kunnen doen. Het is gelijk harmonische runeheid. Ik kan allemaal een harmonische runeheid in Brifdinas. En dan lange tijd. Om precies te zijn. De vorige keer was 14 februari. Zo te zien. De volgende statue was 11 februari. En nu is het 27 maart. Dat is anderhalve maand geleden. Maar goed, statue. Hè? Ik bedoel, beter langzaam dan helemaal niet. En dit is de 15e van de 32. Oh ja, ik heb nog even de 1 inhouden voor vandaag die keuzes. Dus ik onthoud wel dingen. Oh. Ha. Oh. En de laatste paar. Boem. Boem. Voilà. Nog 17 keer te gaan. Nou, na een paar keer proberen mijn camera doet uiteindelijk. En er is dus weer iets wat ik ga filmen. Ik wil eerst zeggen dat ik Hunter ben geleveld naar level 97. Het was ineens van, oh, mijn level up. Oh, hoe dom dat ik die heb gefilmd. Maar goed, dat heb je wel eens eenmaal. En nu is er een moment dat er een kans is. Dus ik weet niet zeker of het echt gebeurt dat ik een nieuwe achievement haal. Nu iets voor de completion escape. Maar het is nu mogelijk dat ik van deze Harmony Pillar eindelijk 50 van die mos. Harmony mos heb verzameld. En zo niet, ja dan niet, dan wordt het een andere keer. Dus ik ga nu farmen, kijken wat werkt. Dit had moeten zijn. Als het goed is. Ik heb nu 50, maar ik zie... Hè? Oké. Titles. Descriptions. Yep. Is dat nobility? Nee. Military. Ook niet. Nee. Die. 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 Ik mis er nog. Even kijken, welk gebied was dit ook alweer? Dit is de. Mijleer. Hoezo heb ik hem niet gehaald? Hè? Ik bedoel, kijk, ik heb nu 50 Harmony Moss. Ja, allemaal zelf verzameld. Volgens mij. 1 of 2 heb ik er wel moeten gebruiken. Misschien mis ik er 1, want ik heb ook 1 keer van de Modload Mar gekregen. Nou, opnieuw weer, dan misschien de volgende keer. Dat is zo close.
Ik kreeg een tip van iemand. Van, oh, probeer eens. Hallo Zurki. Dutch Zurki overigens. En die tip was van, probeer eens een keertje met Dark Knight. In ieder geval zei Dark Knight was heel sterk hier bij Gargantium. Dus ik ging er naartoe. En op mijn tweede kill kreeg ik ook toevallig mijn tweede accommodation. De Rift Splitter. Nog 3 te gaan in deze area voor de Trimmed Completion Escape. Na het succes van de vorige title, meteen de volgende kill kreeg ik de title daarna, de Bummer. Nog 2 te gaan. Het gaat ineens wel heel hard. Het is ook een beetje vervelend omdat het activeren van mijn camera hetzelfde als TeamSpeak. Dus moet ik de camera opstarten. En als de camera op, dan moet ik beschermen zelf. Dan moet ik goed opnieuw opstarten. En bla. Nog 2 te gaan. En met het succes dat ik weer plotseling iets ben geleveld. Namelijk Slayer naar level 96. Het is nog blinkend. Dus als ik hem daar aanklik, kunnen jullie zien dat ik ben geleveld. En daarbij, met het level, heb ik nog iets gehaald wat jullie al misschien links in het groen zien. Is dat ik Reaper Points heb gehaald. En dat wil zeggen dat ik weer iets... Oh, kan niks nieuws, zegt hij. En dat is dus... En dat is dus een nieuw iets kopen bij de Reaper. En dat wil zeggen dat ik de vierde en de laatste permanent effect unlock, waarbij ik dus deze Trimmed Completion Escape Requirement heb gehaald. Dan koop ik die. Reaper Points is in ieder geval anders. En tada! Ik heb ze alle 4. Heb ik gekocht. Trimmed Completion Escape. De Requirement gehaald. Yay! En dan gaan we naar de volgende poging om toch die 50 Harmony Moss te halen. Als het goed is moet dan deze zijn. Anders heb ik echt geen idee hoeveel ik heb geplaakt. Ja, kom! Ja! En een mooie attack erbij, dus. Yay! Of de mijne title, Completion Escape Requirement. En ook niet al te lang na die ene achievement ga ik toch maar eens een keer wat levelen. En in dit geval kies ik voor Divination, want die kan ik dus nu blijkbaar levelen. Voordat ik hem vergeet als andere ding was is gebeurd. Dus dan ook nu level 92. S-O. Level 92. En ik kan als extra Portrait of Item Protection en Divine Simulator 2. Yeah. En met bijna een Darklight nerf weet ik mijn vierde Calcarian Battle Accommodation te pakken. The Thunderous. Nog 1 te gaan en ik heb nog een dag om hier zeg maar te blijven en te hopen dat ik dus met deze snellere manier van killen nog de laatste krijg. Misschien wel, misschien niet. De kans 1 op 512. Dus ik hoop van wel. Maar ja, we zullen vanzelf zien. En met een victorie dat het dit weekend nog is gelukt. Voordat de nerf komt. Waarschijnlijk de laatste Calgarian Battle Accommodation. Namelijk de Warmonger. En daarnaast ga ik niet alleen dat doen. Maar als het goed is, ook wel zelfs verkeerd. Dan ga ik even goed proberen te lopen. Ik zag dat ik bijna construction level up was. Ik hoef nog maar 17k XP. Dus dan doe ik dat ook meteen. En dan is deze Trimmed Completion Escape episode een beetje afgerond. Ja, weet je, dan heb je toch weer een beetje van nieuws van hoe gaat dat er, hoe staat dat er nou voor. Want ja, ik ben even een aantal weken heel snel doorgegaan ermee. En uiteindelijk weer heel rustig. Want als je minder tijd of dan vind je het even minder leuk, dat kan. Dus dan ga ik hier nog even deze construction paal doen. Want ik dacht van toen een clue ging doen. En ja, ik doe nog steeds clues, want ze zijn echt fucking leuk. Van, oh ja, die denk ik ook nog maken en zo. En nou. Ik ga altijd voor de pre-XP. Want ik vind het vet als hier gewoon als altijd de juiste staat. Ook al heb ik Slayer XP nodig. 17. Oké. Okay. Het is een 2 en 5. Dus dan doe ik deze 3 omhoog. Deze gaat 5. Deze 2. Deze 4. En deze gaat naar 3. En even kijken wat hij vindt. De vierde kolom is perfect. De laatste is perfect. Alleen de... En deze is te hoog. Dus dat wil zeggen dat... Deze gaat 2 omlaag. Zo. En ik zit op 17. Aangezien deze ook verkeerd. Dan stuk die ook omhoog. En dan zou het nu over moeten kloppen. Is niet hoog genoeg. Ah, kijk. Dan moet deze dus omhoog. En dan, nou, eens even kijken wat hij nu zegt. Ja, is goed, is goed. En deze is nu te hoog.
Ik op dit. Nog steeds te hoog. Oké, dan doen we het zo. En dan heb ik hem goed. Nou, mooi dat je dat wil. Want je geeft me eigenlijk letterlijk aan hoe... Ja, weet ik... Nou. Wauw, duurt dit keer wel lang. Het is wel een heel epic statue. Voilà. 97 construction. Woehoe. En als laatste fragment ga ik nu voor de 16e keer alle Connor Rocks inleveren. Dus halverwege eigenlijk om precies te zijn. In dit geval van deze statue volledig complete in de Max Cult. En ik moet nog iets verzinnen om te praten voor de laatste paar rocks. Om nog de tekst te vullen. En dan gaan we dan. Komt die? Yay!